die UEFA Cup. Voor Milano Sofia, naar waar je gaat, naar waar je achternaam. Hoe gaat zo'n rit naar Groningen? Omschrijf dat dus. Het is vooral heel veel zuipen, feesten en gewoon een feestje bouwen natuurlijk. Hè? Wat is dit voor een bus? Want het is wel een speciale. Hè? Deze bus die is ingebouwd met bar, zeg maar. En de stoelen tegen de wanden aan. Er is heel veel dansruimte. Dus wel heel veel plezier maken. Gaan de mensen dan helemaal los? Hoe ziet dat uit? Nou ja, het is op de banken staan. Het is alles, joh. Gewoon echt één groot gekhuis. Maar ik hou ervan. Heerlijk. En als ze winnen is dat goed, maar als ze verliezen... Voor de sfeer is winnen beter, ja, absoluut. Ja, absoluut, zeker. Ja, wat gaat worden vanavond? 2-1, denk ik. Denk er toch dat er een tegengoal valt. 1-1. En ik verwacht een hele zware 2-2. Maar dat is voldoende. Wat gaat het worden? 0-1. Ja, 0-1 inderdaad, denk ik ook. 0-1 of 1-1, maar we gaan voor de 0-1 natuurlijk. 0-1. 0-1? Ja. En dat is genoeg? Ja. Het wordt heel moeilijk, heel spannend, maar we gaan met 3-2 winnen. Ja, absoluut, ja zeker. Nou, ik zeg dat Groningen voorkomt met 1-0, Roda maakt snel gelijk en in extra tijd maakt Roda 2-1. In uw scenario wordt het wel heel spannend, hè? Ja, moet ook, hè, moet ook, hè. Je moet tot de laatste minuut moet je voetballen kunnen zien. En verliezen, dat is dan niet bij? Ik denk niet dat ze verliezen dan, nee. Ze hebben genoeg eigenlijk aan 1 punt al eigenlijk, hè, vanuit de Eredivisie. Maar ze kunnen wel kampioen worden, hè, als Willem II punten laat liggen, hè. Dus daarom.